Dit kan binnenkort niet meer bij je sportclub. Tenminste, als het aan de staatssecretaris van Volksgezondheid ligt. Hij wil dat er geen alcohol meer geschonken wordt in sportkantines. Maar daar zijn de sportclubs zelf niet blij mee. De angst van de sportclubs is dat spelers en bezoekers na een wedstrijd niet meer in de kantine blijven hangen, maar naar de supermarkt gaan, een krat bier halen om vervolgens thuis de derde helft te vieren. Dat gaat een hele hoop verenigingen een hele hoop geld kosten. Na de coronaperikelen, de energieperikelen, zal dit het zoveelste probleem worden wat opgelost dient te worden. De verkoop van alcohol is een groot deel van de omzet van een club. Hebben wij die inkomsten niet, ja, dan zal de contributie voor onze leden met zo'n 50 euro per persoon omhoog gaan. Maar de kantine is ook meer dan alleen een inkomstenbron. Ja, dat is gewoon voor het sociale samenzijn heel erg belangrijk. Door de week werken ze allemaal. Sociale contacten met andere mensen is vaak via de telefoon, via social media. Ja, en hier ontmoet je nog echt mensen, zie je nog echt mensen, kun je elkaar aanspreken. Ja, en dat is gewoon heel erg belangrijk voor heel veel teams. De vraag is nog maar of het plan van de staatssecretaris gaat lukken. Dan moet er wel genoeg politiek draagvlak zijn.